Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Isaac. We gaan weer lekker verder, waar we uiteraard natuurlijk de vorige keer waren gebleven, afgelopen vrijdag. Dus dat gaat dus helemaal goed komen. Zoals jullie natuurlijk weten, is dit zo'n beetje bijna zo goed als klaar, qua vloeren dus. Wat ik eigenlijk wilde gaan doen, is hier natuurlijk wat dingen gaan bouwen, zoals de gewatteerde... Zo, laten we daarmee beginnen. Maar dan moeten we natuurlijk eerst hier een vloer, dus dan moet ik dadelijk maar eens eerst even op blauw gaan drukken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst natuurlijk de gevangen gaan aannemen. Kijk, die moet dus op 182. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Dus die komt op 18. Jawel, maar rond het af met 20. Vervolgens 43, dat moet het 60 zijn. Ja, 60. 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Dus die komt op 17 te staan. Dat geeft dus aan 29.000. Dus dat is wel weer wat. Ja, ik ga hier heel even checken hoor. Kijk, dus dat moet echt op gaan we dit ook gewoon zo doen? Of gaan we wat betere cellen neerzetten? Vanuit daar. Dat weet ik dus ook niet. Die bibliotheek trouwens, die staat misschien een klein beetje in de weg. Eerlijk gezegd. Die zeg maar nu zo gaan verplaatsen, zullen we daar problemen mee krijgen. Of gaan we dit cellenblok echt en die er een beetje neerzetten en dan via hun de achterkant werkzaamheden. Wat we ook kunnen doen is een klein stukje gaan doen, weet je. Een klein groene piep, klein stukje. Dat we ongeveer zo gaan zetten. Ver vrij, ja. Ongeveer zo, en dan kijken we tot hoe ver, want dan kunnen we die shit allemaal gaan kopiëren en zo erdoor heen trekken. Zullen we dat doen? Laten we dat doen. Dus dan gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen gaan aanpakken. Want hier aan deze kant, daar komt dus de dodencel, en dan kunnen we daarachter kunnen we dan nog eventjes gaan kijken of we dan nog iets mee kunnen doen. Dat is ook vrij groot, dat hier misschien. En dan dit nog over. Voor die andere kant. Dan kunnen we kijken of we hier. Ik heb natuurlijk ook. Doordat ik. Dacht dat ik wat. Nog gebied kan kopen. Even
Bro, wat hebben we allemaal? Gedaan. We moeten bepaalde dingen moeten nog dingen gaan doen. Want moeten die luxe cellen of krijg ik die gewoon dit soort cellen? Dat weet ik dus ook heel even niet. Dat zullen we dan nog wel zien. Maar het eten dat is bijna. Ja, weg, doe. Ik ga die nog even zo aanpassen. Uniforms die liggen al klaar. Dat is niet alles. Logistiek die kan daar iets minder. Voor de rest had ik allemaal prima. Laat dat doen en dan gaan we een beetje de camera's een beetje hier aansluiten. De camera's aan die kant op. Wacht hier, ja hier, vooral hier. De camera's nog ophangen en zo. Sommige die staan er al, dus dat is goed. Die heeft ook al werk, dus dat is. Gaan we die ook. Laten we het versnellen, dan kunnen zij weer in ieder geval aan de bak. Kijk. 13. Dat zijn er allemaal 1. Die 6, die is 1. Dat zijn er 19, maar hier. Post komt 6. We doen nu 1 en als het gewoon weer te veel wordt, dan gaan we hem natuurlijk weer op 2 houden. Hij is vrijgelaten, dus dat betekent dat ik er dadelijk nog één keer bij kan doen. Laat die gewoon op 20 houden, die op 20 en houden op 40. Kan ook, hè. Gaan die op 25, die gaan toch vrij. Ja, op zich maakt het niet veel uit, want dan kunnen we de week daarna genoeg doen. Ja, die moet ik dus ook. En die dode cel, dat wil ik ook nog doen. We zitten trouwens woensdag in aflevering 100 en we hebben nog niet eens de dode cel, dus dat is echt dramatisch. Zie je dat we een stuk langzamer zijn dan de vorige seizoenen allemaal. We waren een stuk verder allemaal. Maar dat maakt niet uit.
soort zo'n celdeur erin maken. Kijk, het genoteerd is dat die arme daar komen dan naar vizier weer tot aan 100, dus dat is het beste. Dat is 3000. Sowieso nu niet zoveel. Geen dubbel personeelsdeur. Ja. Zullen we dat gewoon doen? Een personeelsdeur. Het is een oranje, dat is ook. Geen normale deur, want anders groeit het telkens erin. En dat dit zich echt puur alleen voor personeel is. Niemand anders. $14.000, daar kunnen we misschien wel heel even een leuk bouwwerk van maken. Van waar tot waar. Gaan we hier doen? Of gewoon eigenlijk een beetje hier zo. Als dat hier zo doen, dan hebben we hier genoeg ruimte. Om te doen, dan is dat wel echt van kantine tot ja. Wat? Laten we dat dan doen. Dus eigenlijk hier. Dan meer geld hebben. Misschien kan ik wat dingen hier gaan verkopen. Gaat dat? Een wachtrij. Kijk, dat doet hij daar. Dat is heel slim. Want dit hier is natuurlijk voor iedereen. Deze niet meer. Kijk, die zit daar om 2 daar. Keuken niet, maar dat geeft niet. Ik moet juist meer geld hebben. Kijk, 22.000, daar kunnen we dus. Heel even wachten. Zeker 25.000, dan hebben we genoeg staan. En we al het geld er doorheen al. Maar goed. Het maakt niet verder, in de loop van de tijd krijgen we toch juist iets meer geld. 8.000, kijk, nu kunnen we het wel doen. Ja, hier een beetje zo. Gaan we het zo doen niet? Al te groot, zoiets. Kijken wat aan die kant en de achterkant zou kunnen doen. We zullen zeggen dat wij, ja, misschien dit bijvoorbeeld of ja, iets anders, want die moeten natuurlijk ook wat werkzaam zijn. We kunnen zeggen gewaardeerd ook 100 doen, als het überhaupt gaat lukken. De cellen worden misschien wel iets luxer, want ze gaan meer dan de helft zitten ze dus in hun cel. Waarom dat ze alleen maar werk. Kijk, ze krijgt dan werk opgesloten. Dus
is echt werken. Als ze niet werken, dan zitten ze opgesloten. Maar ja, iedereen zit dus eigenlijk, ja, te werken. Dat dan wel. Als je niet werkt, dan ben je gewoon opgesloten. Dat is nog iets van 8000, dat kunnen we mooi gaan gebruiken voor straks. Het is wel misschien iets net iets te klein. Ja, dan kunnen we alvast een stukje mee proberen. Dan kunnen we van de 4, want we moeten natuurlijk ook een gang hier en dit hier, dat die kantine gaan we natuurlijk op het laatste moment doortrekken. Dat hier wat eronder staat, maar verlozen. Iedereen is nu van binnen. Dus dat is goed. Ik zou het eerst zijn om gewoon hier een muur neer te zetten, weet je. Aan de ene kant, maar goed. Ah, dit gaat ook zo. We gaan nog niet dit allemaal verkopen, dat blijft. Maar dit ziet er goed uit, deze. Zijn we in ieder geval bezig? Ja, gaan ze komen, hè?
Maar die zitten tegen elkaar te knokken. Die nemen de hond erbij. Allebei naar de eenzame opzetten. Er zijn er twee vrijgelaten. Er zijn er een paar vrijgelaten. Die zaten misschien hier. Daarbij. Oké. Okay. Dat is goed. Fix worden. Wauw, die zit aardig goed vol. Die zit goed vol. En die andere winkel? Die nog niet eerlijk gezegd. Wat natuurlijk wel zo is, is als ze graag maar gaan werken, dat ze dan, als ze opgesloten zijn, dat ze dan niet dingen kunnen kopen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer waar. Het hout dat komt, dus dan kunnen ze lekker doorgaan. Dus dat is ook goed. Kijk, hier staat genoeg hout. Kijk, ik kan dadelijk allemaal gaan verkopen. Hoe ver zijn jullie? Oh, jullie zijn toch alweer bijna klaar. Dus dat is goed. Maar dat gaan we dus woensdag bij aflevering 100 gaan we dat verder bekijken hoe we dat gaan doen. Ja, ik ga het hier zo in ieder geval belaten. Wij zien elkaar uiteraard gewoon weer lekker de volgende keer weer terug. En als we gewoon weer woensdag gaan. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot woensdag, hè, jongens. Mazzel!